Vandaag gaan we het hebben over de opname van cholesterol in je cellen. Die is namelijk nodig, dat stofje, in je cellen en dus niet in je bloedbaan. Het moet getransporteerd worden via je bloedbaan, maar het is nodig in je cellen. Waarom? Omdat cholesterol een onderdeel vormt van jouw celmembranen. Cholesterol zorgt ervoor dat jouw celmembranen doorlaatbaar zijn. Cholesterol is dus een hele belangrijke stof om de opname van voedingsstoffen vanuit je bloedbaan in je cellen. En dat is heel belangrijk omdat enkel zo de stofwisseling in je lijf goed kan verlopen. Om dat mogelijk te maken. Maar dan moet cholesterol dus wel opgenomen worden in jouw cellen. En ja, daar horen en lezen en leren we niet zoveel over. We horen, lezen en leren wel van alles over hoe ons cholesterolgehalte verhoogd kan raken. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat de verhoging van onze cholesterolgehalte beperkt wordt. Maar ja, als je de verhoging van je cholesterolgehalte, dus het gehalte cholesterol in je bloedbaan niet verder verhoogt. Als je dat weet te beperken, dan is toch de opname van het cholesterol in je cellen nog helemaal niet gegarandeerd. Om een verlaging van een verhoogd cholesterolgehalte mogelijk te maken, maar dus ook om jouw celmembranen te kunnen herstellen na schade en goed doorlaatbaar te kunnen houden om jouw stofwisseling goed te laten verlopen, moet jij gaan leren welke stoffen absoluut aanwezig moeten zijn in jouw voeding structureel, omdat jij elke dag intacte celmembranen, goed doorlaatbare celmembranen wil, aanwezig moeten zijn in je voeding. Laten we dat eens gaan leren. Heel veel mensen hebben een verhoogd bloedsuikerspiegel. Wat doen ze vervolgens? Ze gaan koolhydraatarm eten. En toch bij heel veel mensen die dat doen, blijft hun bloedsuikerspiegel te hoog. Dan krijgen ze vervolgens medicatie, bloedsuikermedicatie voorgeschreven, welke de verhoging van hun bloedsuikerspiegel doet beperken, doet remmen, doet blokkeren. Maar ja, dit middel kan natuurlijk niet de opname van glucose in je cellen garanderen. Dus dit lost het probleem niet op. Heel veel mensen hebben overgewicht. Zij hebben dus meer brandstoffen in hun lijf dan verbruikt kan worden in hun cellen. Wat is de aanpak daarbij? Calorievermindering. Dus het beperken van de hoeveelheid brandstof welke je aanlevert met je voeding. Maar ook dat garandeert toch niet dat de brandstoffen die al aanwezig zijn in je lijf in je cellen opgenomen kunnen worden. En dat het brandstofverbruik ook goed plaats kan vinden. Nee, dus we richten ons op het verkeerde. Heel veel mensen hebben een verhoogde bloeddruk. Er is te veel vocht en er zijn te veel stoffen aanwezig in hun bloedbaan. Welke druk uitoefenen op hun bloedbaan. We weten dat het stofje natrium vocht doet vasthouden in onze bloedbaan. Dus waar zorgen we voor als we een te hoge bloeddruk hebben? Dan zorgen we ervoor dat we het zout, het natriumhoudende zout, welke veel toegevoegd wordt aan ons eten, dat we dat niet meer doen. Zelf niet meer toevoegen en oppassen met het kopen en eten van voeding waar al zout aan is toegevoegd. Maar ook dat werkt niet, want je zorgt er dan wederom voor dat er niet meer vocht vastgehouden kan worden in jouw bloedbaan. Maar dat garandeert toch nog helemaal niet de opname van vocht in jouw weefsels, in jouw cellen, daar waar het nodig is. Wat moeten wij dus leren? Hoe de opname van de stoffen aanwezig in jouw bloedbaan, waaronder cholesterol, in jouw cellen, hoe dat eigenlijk verloopt en hoe jij dat mede mogelijk moet maken, want jouw lichaam kan dat niet in zijn eentje. Dat zal ik vandaag gaan uitleggen. Want ook cholesterol is zo'n stofje welke aanwezig is in ieders bloedbaan. Als wij een verhoogd cholesterolgehalte hebben, dan laten wij dierlijke voeding, welke cholesterol bevat, en geproduceerde vetten, transvetten, laten wij zoveel mogelijk weg uit onze voeding. Maar ook dat lost het probleem niet op. En ook het middel wat de cholesteronsynthese door onze lever doet blokkeren, lost het probleem niet op. Want de cholesterol in je bloedbaan kan dan nog niet opgenomen worden in jouw cellen. Dit is jouw bloedbaan. Daar zijn allerhande stoffen aanwezig, waaronder cholesterol. En hoe komt het dat cholesterol daar aanwezig is? Zelfs wanneer jouw voeding nauwelijks tot geen cholesterol bevat. Omdat cholesterol, net als glucose, een stof betreft, en het wordt een niet-essentiële stof genoemd, welke jouw lever zelf kan vormen.
En maar goed ook, want jouw lichaam wil graag overleven. Jouw lichaam moet dan stofwisseling uitvoeren. Stofwisseling in jouw cellen. Hoe is stofwisseling in jouw cellen mogelijk? Wanneer stoffen eerst vanuit de bloedbanen getransporteerd kunnen worden in jouw cellen. Maar ja, daar zijn intacte celmembranen voor nodig. En om jouw celmembranen intact te kunnen houden en door LAPA te kunnen houden, is cholesterol nodig. Dus om die reden is jouw lever voortdurend cholesterol aan het vormen. En die stop je lever dan in een eiwit, die cholesterol, want cholesterol is een vetachtige stof. En die kan, die moet met behulp van eiwitten getransporteerd worden in de waterrijke omgeving van jouw bloedbaan. Jouw lever vormt cholesterol, stopt die in zo'n transporterend eiwit genaamd LDL. En LDL dat circuleert door je bloedbaan naar jouw weefsels, naar jouw cellen toe. Waar vervolgens dat grote eiwit, dat LDL met allemaal vetachtige stoffen, welke die transporteert, waaronder cholesterol. Die moet vervolgens vanuit je bloedbaan opgenomen worden in jouw cellen. Maar dat gaat niet vanzelf, want zowel glucose in jouw bloedbaan als ook zo'n groot eiwit, zo'n molecuul, LDL, dat is een wateroplosbaar molecuul, het is een eiwit, die kunnen niet zomaar opgenomen worden in jouw cellen, want dit is een cel. Jouw cel is omgeven door een celmembraan met allemaal vetachtige stoffen. Een wateroplosbaar molecuul, een eiwit, LDL is een eiwit. Die kan niet zomaar stromen door een vetachtige laag. Daar zijn eiwitten voor nodig. Voor de opname van glucose, ook een wateroplosbare molecuul in jouw cellen, zijn insulinereceptoren eiwitten nodig en glucosetransporters eiwitten nodig. Om LDL, het cholesterol transporterende molecuul, het cholesterol transporterende eiwit, om die op te nemen in je cellen, is een LDL-receptor, een eiwit nodig. Maar al die eiwitten in jouw celmembranen zijn niet vanzelfsprekend aanwezig, want daar moet jij voor zorgen. Enkel en alleen wanneer jouw voeding structureel vocht en alle essentiële bouwstoffen bevat, dan zijn jouw cellen in staat om insulinereceptoren, glucosetransporters, maar dus ook, want daar hebben we het vandaag over, LDL-receptoren, membraaneiwitten te vormen voor op hun celmembranen, zodat zij in staat zijn om het LDL, het cholesterol-transporterende molecuul, op te kunnen nemen in hun cel, zodat zij vervolgens met dat cholesterol hun celmembranen kunnen herstellen naar schade, hun celmembranen goed doorlaatbaar kunnen laten en dan ook glucose mooi opgenomen kan worden in jouw cellen. Wat moeten wij dus leren? Wat moeten wij te horen krijgen? Wanneer wij te horen krijgen dat wij vol cholesterolgehalte bezitten? Niet dat wij cholesterol in onze voeding moeten beperken of dat wij maar statines moeten slikken om de vorming van cholesterol tegen te gaan, want dit garandeert toch niet de vorming van die LDL-receptoren en de opname van cholesterol in je cellen. Dat is heel belangrijk, want je wil een goede stofwisseling. Heb jij doorlaatbare celmembranen voor nodig? Heb je cholesterol voor nodig? Maar die moet dan wel kunnen belanden in je cellen en dat kan enkel met die LDL-receptoren. Daar heeft jouw lever, heeft jouw lichaam, hebben jouw cellen alle essentiële bouwstoffen voor nodig. Essentiële bouwstoffen zijn 8 essentiële aminozuren, 2 essentiële vetzuren, alle vitamines, alle mineralen en ook is jouw lichaam niet zo goed in staat, kan het wel, maar niet heel goed in staat om alle 8 essentiële suikers te vormen. Huh? Essentiële suikers, bestaan die ook? Zijn suikers nodig? Ja, er zijn 8 verschillende essentiële suikers welke jouw cellen nodig hebben om de eiwitten in hun membranen, en dat zijn dus bijvoorbeeld de insulinereceptoren, maar ook die LDL-receptoren, die eiwitten die uitsteken buiten jouw cel richting het extracellulaire milieu waar soms wat belastende stoffen aanwezig zijn. Eiwitten kunnen beschadigd raken door die belastende stoffen. Maar wanneer die eiwitten een suikerantenne, een keten van essentiële suikers bezitten, dan zou die keten ervoor zorgen dat er een slijmerig beschermlaagje bovenop die membraaneiwitten ontstaat, welke die membraaneiwitten, zoals de LDL-receptoren, maar ook insulinereceptoren, beschermt tegen belastende stoffen in het extracellulaire milieu. Enkel dan kunnen die membraaneiwitten, zoals de LDL-receptoren, goed functioneren. LDL-receptoren zijn dan ook zogenaamde glycoproteïnen.
proteïnes. Die kunnen enkel gevormd worden en in een transportblaasje, welke ook allemaal vetachtige stoffen bevat en glycolipiden bevat, getransporteerd worden richting het celmembraan vanuit je cellen, wanneer jouw cellen dus beschikken over alle essentiële bouwstoffen om die receptoren mee te kunnen vormen. Dat zijn dus alle vitamines, alle mineralen, alle 8 essentiële suikers voor die suikerantenne die die eiwitten beschermen, alle 8 essentiële aminozuren en alle 2 essentiële vetzuren. Wat moet jij eten om dit allemaal binnen te krijgen en dus de vorming van LDL-receptoren mogelijk te maken? Om de cholesterol uit jouw bloedbaan op te kunnen nemen in jouw cellen, om jouw cholesterolgehalte te laten dalen, om vervolgens ook de stoffen aanwezig te hebben in jouw cellen, om jouw celmembranen goed te kunnen herstellen en schade goed doorlaatbaar te houden, en om ook de verdere stofwisseling goed mogelijk te maken. Want enkel dan, wanneer jouw celmembranen mooi doorlaatbaar zijn, kunnen alle stoffen uit jouw bloedbaan mooi opgenomen worden in je cellen en dan kan stofwisseling plaatsvinden. Niet eerder dan dat. Dus heel veel is afhankelijk, jouw stofwisseling is afhankelijk van een goede vorming van LDL-receptoren. Want enkel dan kan cholesterol opgenomen worden in jouw cellen, kunnen jouw celmembranen na schade hersteld worden en goed doorlaatbaar gehouden worden. En kan de stofwisseling, dus de wisseling tussen de stoffen in jouw bloedbaan en jouw cellen, goed plaatsvinden. Dat wil je, want zo blijf je gezond. Verse groenten voorzien in meerdere vitamines, meerdere mineralen, vocht en fermenteerbare vezels. Waar zijn fermenteerbare vezels voor nodig? Om jouw darmflora gezond te houden. Heb jij geen gezonde darmflora en missen fermenteerbare vezels in jouw voeding, dan zal de opname van voedingsstoffen in jouw lijf, maar ook de opname van vocht in jouw lijf, niet goed verlopen. Jij moet dus altijd zorgen voor bronnen van fermenteerbare vezels. En dat is groente en dat is ook fruit. Groente bevat dus vele vitamines, vele mineralen, fermenteerbare vezels, vocht, maar ook meerdere verschillende essentiële suikers. Welke dus nodig zijn om op de membraaneiwitten, waaronder die LDL-receptor, een antenne te vormen die voor een beschermlaagje op die eiwitten zorgt, zodat ze goed kunnen functioneren. Weet dus dat wanneer jouw voeding niet voldoende, weinig verse groenten bevat, dat dan die LDL-receptoren niet goed gevormd kunnen worden, het cholesterol uit je bloedbaan niet goed opgenomen kan worden in je cellen, celmembranen niet goed hersteld kunnen worden na schade en de stofwisseling in je lijf niet goed kan verlopen. Die verse groente moet aangevuld worden met bronnen van alle essentiële aminozuren. Dierlijke eiwitten bevatten alle essentiële aminozuren. En dan moet je denken aan ei, vlees en vis. Ga je die dierlijke eiwitten echter te sterk verhitten of samen met suiker verhitten, dan zijn de aminozuren niet meer intact en kunnen ze ook niet goed verteerd worden en dus ook niet goed aankomen in je lijf. Ga dus bij naast verse groenten regelmatig bronnen van dierlijke eiwitten consumeren met intacte aminozuren, dus niet te sterk verhit en niet samen met suiker verhit. Dan bied jij namelijk meerdere stoffen die nodig zijn om LDL-receptoren te vormen, om jouw cholesterolgehalte te laten dalen, om de opname van cholesterol in je cellen mogelijk te maken, om jouw celmembraan te kunnen herstellen naar schade en de stofwisseling goed te laten verlopen in je lijf. Dan ben je er nog niet, want jouw celmembranen, die flexibele celmembranen bestaan uit meerdere, meervoudig onverzadigde vetzuren. En daar zijn er 2 van die jouw lichaam niet zelf kan vormen. Omega 3 en omega 6. Die zitten in vette vis, noten, zaden, pitten, algen en wieren. Die vetzuren zijn zeer kwetsbaar en die moeten niet blootgesteld worden aan lucht, licht en hoge temperaturen. Dus vette vis gerookt is niet heel handig. Geroosterde noten, zaden en pitten is niet heel handig. Maar heb jij rauwe vette vis of rauwe, ongebrande, ongeroosterde noten, dan voorzie jij je lijf in de omega 3 en 6 vetzuren die nodig zijn om jouw celmembranen na schade te kunnen herstellen. Dat is dus allemaal nodig om die LDL-receptoren op jouw cellen te kunnen vormen, om cholesterol, wat altijd aanwezig is, in jouw bloedbaan op te kunnen nemen in jouw cellen, om met die cholesterol stoffen te kunnen vormen waarmee beschadigde celmembranen hersteld kunnen worden, om jouw celmembranen goed doorlaatbaar te houden en de stofwisseling in je lijf goed te laten verlopen.
Heb jij dus een verhoogd cholesterolgehalte en heb jij al dierlijk vet verminderd in jouw eetpatroon? En ben jij misschien statines aan het slikken, medicatie welke de vorming van cholesterol door jouw lever blokkeert? Maar heb jij nog niet gekeken of jij deze stoffen aanwezig hebt in jouw voeding? Ga dan zorgen voor de aanwezigheid van deze stoffen in jouw voeding, want jouw aanpak kan nog niet garanderen dat jouw cellen in staat zijn LDL-receptoren te vormen en dat jouw cholesterolgehalte kan dalen.